Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe podcast van Revive.nl. Ik ben Daniel en ik ga vandaag in gesprek met Daan Krijkamp. Welkom. Dank je. Goedemiddag. Yes. Een tijdje geleden hoorde ik jouw getuigenis en ik was echt weggeblazen. Want een half jaar geleden was jij nog niet gelovig. Klopt. Maar jij hebt iets heel bijzonders meegemaakt. Jij bent tot geloof gekomen zonder dat christenen daar aan te pas kwamen. Ja. En ik hoorde dat en ik dacht, nou, dat kan toch echt niet? Ja. Dat God het toestaat. Dat God het toestaat dat hij christenen niet gebruikt. Ja. Ja. Het is een geweldig getuigenis, dus blijf vooral kijken. Ja, Daan, waar is het allemaal begonnen voor jou? Ja, goede vraag. En ik denk dat we moeten beginnen eigenlijk 4 jaar geleden. Ik woonde toen in Amsterdam. En eigenlijk een jaar daarvoor begon ik al niet zo lekker in mijn vel te zitten. En op een gegeven moment toen in 2017 in de zomer thuis gekomen van werk. En toen is eigenlijk een periode aangebroken van 2 jaar dat ik echt heel erg zoekende ben geweest. En dat het eigenlijk ook niet beter ging. Het ging eigenlijk steeds meer bergafwaarts. Ik had een bepaalde therapie gehad, die sloeg niet aan. En ik zat echt goed vast. Het was gewoon heel erg zoekende. Dus was op een gegeven moment best wel wanhopig eigenlijk. En op een gegeven moment toen in 2019 ben ik met een vrij intensieve therapie begonnen. Die heeft totaal 10 maanden geduurd. En daar heb ik zo'n ongelooflijke groei doorgemaakt als persoon. En mezelf leren kennen wat ik mooi vind om te doen. Wat ik graag wil doen in mijn werkleven. Dus dat was echt aan het bouwen eigenlijk aan mijn leven. Maar ergens miste er nog wel een stukje zingeving of zo. Want ik kwam op een gegeven moment, stond ik best wel sterk weer. Ik had heel veel vertrouwen, maar ja, ik miste dat stukje nog. Mm. Dus je was diep, maar uit eigen kracht was je best wel ver gekomen. Ja. Maar die kern miste nog en je wist nog niet wat je miste. Ja, ik kreeg heel erg zeker het gevoel van, kijk, ik was uit de sleur weg afgedonderd, om het zo maar even te zeggen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik begon een beetje met werk. Ik dacht, is dit het nou? Werken en huis kopen. Met pensioen gaan, naar Benidorm op vakantie gaan. Ja. En het bejaardenhuis in en dan doodgaan. Ja, is dit het leven? Precies. En het hele herstelproces was heel bijzonder geweest. Ik had echt het gevoel gekregen van, ik word door iets geleid, iets groters dan mezelf. Maar ik kon het eigenlijk niet plaatsen. Hmm. Ik kon het niet plaatsen. Maar nooit over het geloof nagedacht. Want een week voordat ik tot geloof was gekomen, had ik nog met iemand erover gehad. Ik zei, ja, ik denk dat ik nooit kan geloven. Ik ben niet religieus opgevoed. Een week voordat je tot geloof kwam, zat je nog tegen iemand te zeggen, ik denk niet dat ik tot geloof kan komen. Ja, dat is een moeilijke maal, dogmatisch. God zei, hold my beer, weet je wel. Ja, precies. Die momenten. Oké, weet je het heel zeker? Ja, precies. En wow. Een half jaar geleden, ik weet nog precies 27 februari, toen op een gegeven moment dacht ik, ik ga een keer een stuk over de man-vrouw Bijbel opzoeken. Kijk eens wat daarover zegt. Ik had toen een heel proces als man doorgemaakt. Dat is nog even interessant. En ik las dat stuk en ik vond eigenlijk echt een identiteit. Ik voelde opeens iets klikken. Oh, wauw. En de hele dag Ik kon het niet loslaten. Het zat de hele tijd in mijn hoofd. En op een gegeven moment kwam ik 's avonds thuis en ik dacht, ik ga het verhaal van Jezus kijken op YouTube. Ik kwam hem op. Dat is een 2 uur durende film op YouTube. Over het verhaal van Jezus dus. En ik werd er helemaal ingezogen. Ik werd echt geraakt. Ik lag thuis alleen op de bank. En aan het eind was dan zijn zondagsgebed. Dat wist ik toen niet. En toen werd je gepakt. En op een gegeven moment na dat gebed, van Jezus volgen, ik vraag om de Heilige Geest, voelde ik opeens in intense vrede in mijn hart. Ik zag God. Oh, wauw. Ik dacht, ben zelf niet meer de hoogste entiteit. Maar er staat iemand boven mij die veel groter is. Ik voelde vrede in mijn hart. Ik dacht, ja, dit is Jezus die voor mij is gestorven. Dat ik deze vrede nu kan voelen. En ik dacht, dit wil ik dienen. Dit gaat de rest van mijn leven worden. En ik dacht, wat is dit dan weer? Ik dacht, op een gegeven moment dan, ben ik nou christen of zo? Dat was niet het plan. Dat was niet het plan, ja, weet ik veel. Ik had het onmogelijk. Ik dacht, dit kan gewoon niet. Wow. Maar toch die ervaring, die aanraking van God, voelde zo intens, zo diep. Ik kon er eigenlijk niet meer omheen. Dus ik dacht, ja, wat nu? En op een gegeven moment, toen diezelfde avond, toen appte mijn moeder van, zullen we morgen even een wandeling gaan maken? Ik zei, ja, dat is goed. En mijn moeder was toevallig net op een plek waar ze ook een beetje met geloof bezig waren. En ik vertelde dus aan mijn moeder. En mijn moeder zei, ik wist helemaal niet dat je hiermee bezig was. Ik zei, dat was ik ook niet. En zei mijn moeder, nou, ik ben eigenlijk deze week ook tot het geloof gekomen. Oh, wow. Onafhankelijk van elkaar. Wauw, God is families aan het redden. Ja, zeker. Wauw. Zeker.
Dus dat was heel bijzonder, omdat dan samen ook op de eerste dag dat ik tot het geloof was gekomen, de eerste met wie ik het deelde, was mijn moeder, die ook tot het geloof was gekomen. Connecties. Ja, Gods timing is perfect. Oh, wauw. Maar ik kende natuurlijk helemaal niemand. En mijn moeder zat dus op een plek waar ook wel wat christenen waren. En op een gegeven moment had ze over mij verteld. Nou, zo'n vrouw die had een nummer gegeven van een oud collega. Dus daar kan ik een keer mee spreken. Daar ben ik langs geweest. Nou, het zijn nu hele goede vrienden van mij geworden. En die hebben mij een beetje op sleeptouw meegenomen. Op een gegeven moment naar hun gemeente. En vanuit daar is alles gaan rollen. En 10 oktober word ik gedoopt. Nu zit ik hier. Ja, gewoon te vertellen over die getuigenis. Als ik een half jaar geleden mezelf had hier zien zitten, ja, had ik gewoon met mijn hoofd niet bijgekund. Nee, ja. Ik dacht dat het was misschien een acteershow, zou ik zeggen. Ja. Dus het is een geweldige reis geweest tot nu toe. Echt absoluut. En hoe ging je vrienden en familie dan ermee om? Want je zegt, ik herken mezelf bijna niet terug. Ja. In een half jaar tijd. Want dat kan ook wel voor wat spanning zorgen, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja, in eerste instantie. Op zich, iedereen zit wel heel open en er wel respect voor in. En ook dat mensen zeiden van, dat ik mensen wel, dit had ik nooit verwacht, net zoals ik zelf. Ja. Weet je, dat is het ook een beetje van deze tijd. Dat dacht ik eens ook, het geloof is uitgestorven of zo, dat is voor oude mensen. En niemand, dat leeft niet meer echt. Dus het is gewoon heel veel verbazing ook. Maar wel dat mensen het wel mooi vinden om te horen, absoluut. Mm. Ja. Wauw, en dus ook gewoon vrienden om je heen. En kan je er ook over praten? Ervaar je ook ruimte erover om over het geloof te praten? Ja, zeker. Zeker, absoluut. Tegelijkertijd merk ik wel van eigenlijk dat ik nu op alle vlakken toch best wel tegen de stroom uit ingaan ben. En dat dat af en toe wel voor wrijving kan zorgen. Mm. Maar je merkt wel dat de vriendschappen die ik heb opgebouwd, er zit ook veel liefde onder. Dus dat is ook dat je, het mag af en toe ook best schuren. Ja. En dat is ook best wel prima. Ja. Ik ben er ook wel altijd op uit om, om toch wel die verbinding met elkaar te zoeken. Ja. Maar ja, het neemt niet weg dat, dat het ook af en toe schuurt, absoluut. Ja. Ja. En wat voor onderwerpen merk je dan bijvoorbeeld dat het schuurt? Ja, een beetje de thema's van deze tijd. Man-vrouw verhouding. Ja, en hoe ik eigenlijk tot het geloof ben gekomen. Ja, ja, dus heb je het over feminisme en masculinisme, als dat een woord is. Hè? Ja. Dat is de rol van de man, de rol van de vrouw. Precies. Want hoe zie jij dat dan? En hoe is dat veranderd, dat beeld voor jou? Ja. Ja, dat proces was dus al gaande eigenlijk voordat ik tot het geloof was gekomen. Maar ook door die man-vrouw verhouding, hoe die heel mooi stond beschreven in dat stuk, hoe ik tot het geloof ook ben gekomen, voordat ik dat filmpje ging kijken. Ik geloof dat die dynamiek helemaal verdwenen is. Mannen mogen eigenlijk geen mannen meer zijn. Vrouwen mogen ook niet meer vrouwen zijn. Vrouwen wordt ook verteld, je kunt pas gelukkig zijn als je hetzelfde kan als een man. Mm. En als man wordt eigenlijk gezegd van, nou ja, je bent eigenlijk niet meer echt nodig. Dus ik zie ook dat heel veel mannen, niet christen of wel christen, gewoon in een identiteitscrisis zitten. Ze hebben eigenlijk hun essentie wordt ondermijnd. Want je zou kunnen zeggen, hun natuurlijke neiging wordt niet meer erkend als dusdanig, als iets wezenlijks. Ja, precies. Een soort van waar ze zich thuis in voelen van jongs af aan. Ja. Dat is niet bijzonder, dat is niet nodig. Precies, precies. Weet je, en ik geloof dat er. Ik heb het laatst ook wel eens over gehad. Weet je, als je jonge kinderen vraagt, of jongens en meisjes. Jongens, wat wil je worden? Die jongetjes zeggen allemaal brandweerman of politie. Weet je, de held uit zou hangen. Ja, de held van betekenis zijn voor de samenleving. Ja. En alle meisjes willen prinses worden. Ja, weet je, dus daar zie je al een wezenlijk verschil. Maar die verschillen mogen er niet meer zijn. Mm. En daardoor zie je heel erg mensen dat heel erg gaan zoeken. Buiten zichzelf gaan zoeken. Wat is dan mijn identiteit als man of vrouw? En zo kwam jij uiteindelijk bij de Bijbel terecht. Exact. En toen klikte het. Wauw. Ja. En ik denk dat jouw getuigenis dan ook niet op zich staat, niet los staat. Maar dat het een exemplaar is. Dat het een voorbeeld is van wat God, denk ik, bij heel veel mensen aan het doen is in deze tijd. Dus mensen zoeken naar antwoorden. En de wereld biedt antwoorden, maar hele rare antwoorden soms. Ja. En dus mensen gaan dan op een gegeven moment ook achter de oren krabben. Zo van, is dit alles? Is dit het? Ja. Hier voel ik me niet fijn bij. Oké, blijf zoeken. En dan is het, en sommige mensen vinden het ook een yoga of wat dan ook. Hè? Dus, dus niet iedereen komt bij het christendom terecht, helaas. Ja. Maar veel mensen komen wel uiteindelijk bij Jezus terecht. Ja. Mensen die het zelf totaal niet verwachten van zichzelf. Ja. Ja, en dat zie je natuurlijk ook in de yoga-stroming en dat soort dingen. En wat ik zei, toen ik tot geloof kwam, toen besefte ik opeens van, hé,
ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik zelf God was. Mm. En toen viel ik een hele last van mijn schouders. En verantwoordelijkheid die wegviel. Iets dat ik op bepaalde dingen geen invloed had. Nou, je kon ermee accepteren dat accepteren, je... Accepteren. En daardoor kom je juist meer tot leven. Want ruis verdwijnt. Mm. Wat je eigenlijk ziet bij al die Oosterse filosofieën... waarom dat zoveel aangrijpt bij mensen... omdat je eigenlijk dan zelf nog God blijft. Je blijft zelf... Jij bepaalt nog steeds zelf alles wat in je leven gebeurt. Ja. En die stap zetten naar God toe... dat is gewoon in deze tijd... mensen durven dat niet meer... of er zijn zoveel leugens verspreid tegen geloof. Ik dacht ook nooit dat ik tot geloof kon komen. Ja. Het kan. Ja. Ja. Het is mogelijk. Het is mogelijk, zeker. Wauw, super tof. Ja. En hoe is het afgelopen half jaar dan voor jou geweest? Om zomaar... onderdeel te zijn van de club die heel oudbollig leek en helemaal niet relevant. Hoe is die transitie gegaan? Want, Jij bent nou echt een oude lul geworden, hè? Dus, nu ben je zelf oudbollig geworden. Ja, nu ben je zelf oudbollig. De hele dag aan het breien. Ook nu naar kijk, bedoel je? Ja. Ja, het is gewoon... toen ik moment op die dag dat ik tot geloof kwam... Toen voel ik ergens zo van... Oké, ik kan nu het heilige leven instappen. Ik kan er nu voor kiezen. Dit voelt heilig. Eerst zag ik altijd... als christen mag je een heleboel niet. En dat soort dingen. Maar ook nu in deze wereld kijken... Er is zoveel energie. Gewoon zoveel passie om die wereld te veranderen. Om de boodschap van Jezus uit te dragen. Mm. En ook in mijn gemeente leer je natuurlijk ook nu heel veel mensen kennen. Weet je, die banden gaan meteen een stuk hechter. Dat zie je... Dat zie je eigenlijk niet meer nergens meer. Dat vacuüm kan eigenlijk nergens door worden opgevuld... Mm. behalve door het christendom. Mm. Dus het is soms bijna frustrerend ook om te zien, weet je. Van mensen, kijk naar mij. Kom nou ook naar Jezus, weet je. Het kan zo mooi zijn. Het kan zo simpel zijn. Ja. En soms is dat best wel lastig. Ook met vrienden, met familieleden. Maar ja, ik word ook getraind in geduld. En we kunnen erover spreken, maar we kunnen het niet gaan forceren. Ja, precies. Ja. En stel, mensen kijken nu en ze zijn misschien zoekende... of ze zijn misschien al gelovig... maar ze weten nog niet helemaal wat hun plek is binnen het lichaam. Ja. Jij hebt echt een ontmoeting met God gehad. Ja. Wat zou jij hun willen meegeven? Heb je misschien... wat zou jij ze hun willen meegeven? Bedoel je wel niet christenen of wel christenen? Mensen die gewoon zoeken. Mensen die gewoon zoeken. Sommige christenen zoeken ook, want in naam geloven ze en in theorie geloven ze, maar ze hebben niet die ontmoeting gehad. Ja. Ja, goede vraag. Goede vraag. Kijk, God is ook naar mij toegekomen. Ik was wel zoekend. Mm. Ik heb het laatst ook met iemand over gehad. Nee, het was eigenlijk een proces voor mij al vooraf gegaan. En eigenlijk in het proces heb ik heel gekozen om mijn ego los te laten. Mm. Om mijn ego los te laten. En ik zie dat heel veel mensen dat niet durven, niet willen. Het is een ingewikkelde kwestie. Ik weet ook niet precies hoe dat komt. Maar probeer je ego los te laten. Probeer buiten je comfortzone te gaan. Probeer naar een kerk toe te gaan. Mensen die echt voor het geloof leven, er echt passie voor hebben. Ga je met die mensen omringen. Hmm. Zoek daar gijs wat vinden. Ja. Weet je, het is echt zo. Dus ik geloof heel erg van... dat het heel erg makkelijk is van... ik zie God niet, weet je. Of hij komt niet naar mij toe. Nee, jij bent zelf degene die die keuze kan maken. Dat ben jij zelf. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... om dat in acht te nemen. Wauw. Het is wel bijzonder wat je zegt. Ja. Inderdaad. Je was dus eigenlijk de oude mensen aan het afleggen... voordat je christen was. Exact. Je gaf God bij een voorzetje. Ja, en dan kom ik precies op het punt... wat nu een beetje mijn missie in het leven is... Ik ben er bezig om een coachingbedrijf op te starten. Ook, en ik zie het nu om me heen al gebeuren, mensen die ik begeleid. Om dit proces waar ik doorheen ben gegaan, om mensen daar ook in te begeleiden. Want door dat proces is mijn ego steeds meer weggevallen. En was die stap naar God niet meer zo groot. Het was niet meer zo groot. Was 2 jaar geleden aangekomen, dan had ik die stap ook niet kunnen zetten. Maar we moeten mensen weer leren. En ik wil mensen leren om dat ego af te breken eigenlijk. Zodat je steeds makkelijker bij de waarheid komt en steeds makkelijker die stap naar God kan zeggen. Je ego loslaten. Mm. Jezelf loslaten. Yeah. Je leven in handen geven van Jezus Christus. En merk je ook dat christenen er soms ook last van... dat moeilijk vinden, ego loslaten? Ik denk dat dat mens eigen is. Mm. Ja. Ik denk dat dat een menselijke neiging is. Ja. Ja.
En tot slot vond ik echt super, super tof wat je allemaal deelt. Ja. Ik krijg zoveel energie weer altijd. Ja. Maar jij bent natuurlijk een beetje een outsider. Als in, je was een outsider, nu ben je insider. Ja. Maar je hebt nog wel ergens die mindset van, hey, christenen zijn oudbollig. Wat zijn nou dingen waarvoor je denkt van, hey, hierin kan de kerk nog relevanter worden om mensen zoals jij een jaar geleden te bereiken? Ik denk toch niet te voorzichtig zijn. Niet te voorzichtig zijn. Niet de boodschap willen aanpassen aan wat de mensen willen horen, maar wat ze nodig hebben. Mm. Dat er heel erg de neiging is van dat de afkeer van de kerk heel groot wordt om dan wat water bij de wijn te doen in de boodschap. Mm-hmm. Maar ik denk dat het belangrijker dan ooit is om echt te durven gaan staan. Om echt uitgesproken durven te zijn. Dan noemen mensen mij extreem en radicaal. Want anders is het meer zoiets, en dat hebben heel veel mensen die me spreken, oh, fijn dat je iets hebt gevonden in je leven. Nee, het moet duidelijk worden dat het ook best wel zwart-wit mag zijn. Dat of je leven gaat verloren, of je wordt gered. En dat we die boodschap moeten gaan uitspreken. En dat het niet even iets van, oh god, je plukt het even erbij. Even een extra upgrade voor mijn leven. Ja. Nee, dat moet heel duidelijk gaan worden, dat die redding echt nodig is. En dat, nou, niet alle mensen deugen, dat we ook heel veel kwaad in ons hebben. Ja. En dat we die redding ook daadwerkelijk nodig hebben. Mm. Dus niet alleen maar het sociale evangelie, maar ook echt de kernboodschap, of hoe je het ook wil noemen. De helsbode heet het ook al, het oud-Nederlands woord. Beide. Ja. Het is allebei onderdeel van de boodschap. Mm. Ja. Gaaf, man. Ja. Thanks. Dankjewel, man. Gast. Tof om het gesprek met je te hebben. Zeker, man. Mooi om te horen, opnieuw te horen van wat God in je leven heeft gedaan. Ja. En ik hoop dat mensen thuis echt bemoedigd zijn, aangeraakt zijn. En weet je, als jij nog niet gelooft, weet je, dat wil ik gewoon tot het meteen in de praktijk brengen. Als jij nog niet gelooft of je bent van God afgedwaald of wat dan ook, ja, we zegen je gewoon. We bidden gewoon op dit moment voor je dat jij echt God weer op de eerste plek mag gaan zetten. Dat je die ego mag gaan afleggen. Dat je jezelf mag verloochenen zoals in de Bijbel staat. Zodat je Christus mag vinden. Ja, we bidden dat je gewoon die overgave aan God mag gaan hebben. Zoals Hij zijn leven overgaf voor ons. Yes. Like de video als je het een toffe video vond. Deel hem. En dan zien we jullie binnenkort weer bij een nieuwe podcast van Revive.nl.